van der Heijden presenteert. De kracht van katholische bescherming. Je hebt nog nooit van katholische bescherming gehoord? Geen zorgen, dat horen we vaker. We leggen het je graag uit. Katholische bescherming is van groot belang voor onze samenleving. Hoe belangrijk? Laten we kijken naar een typisch Nederlands dorp, Polderburg. Polderburg is een stadje aan zee, bij de monding van een rivier. Vlakbij een snelweg. En dicht langs het plaatsje loopt een belangrijke ondergrondse pijpleiding. Zonder katholische bescherming zou deze dikke damwand het gevecht tegen het water op termijn verliezen. Met dramatische gevolgen. Schepen zouden het zonder katholische bescherming een stuk minder lang uithouden. Gaten en scheuren in de romp zouden het tot zinken brengen. De constructie van dit 50 jaar oude viaduct zou het zonder katholische bescherming plotseling kunnen begeven. Polderburg zou zonder katholische bescherming onbewoonbaar zijn. Overstroomd, onbereikbaar en vervuild. Goed, we snappen nu het belang van katholische bescherming. Maar hoe werkt het? Het heeft allemaal te maken met roest. Laten we nog eens kijken naar de ondergrondse pijpleiding van Polderburg. Metalen objecten, zoals deze pijplijn, roesten. Die roest wordt veroorzaakt doordat het metaal reageert met zuurstof. Een simpele chemische reactie. Door roest verzwakken metalen constructies. Dat betekent in dit geval dat er olie in de grond terecht zou komen. Katholische bescherming gaat de verwoestende roestvorming tegen. Door een elektrisch stroompje te laten vloeien naar de pijpleiding wordt voorkomen dat het metaal kan reageren met zuurstof. Dat stroompje is overigens niet gevaarlijk, het is van een veilige en lage spanning. Het object dat de elektrische stroom ontvangt wordt kathode genoemd. Vandaar de naam katholische bescherming. Hoe zorgen we er nou voor dat een object onder stroom komt te staan? De elektrische stroom wordt afgegeven door zogenaamde anoden. Deze zijn aangesloten op een regelbare stroombron. De stroom van de anode gaat door de grond of het water naar de kathode, het te beschermen object. De stroom voorkomt dat het metaal kan reageren met zuurstof. Het proces van roesten wordt hierdoor gestopt. Katholische bescherming is duurzaam. Van der Heijden zorgt hiermee voor meer rendement op grote investeringen. Dankzij Van der Heijden kan deze damwand een flink stuk dunner en gaat die langer mee. Katholische bescherming zorgt ervoor dat viaducten overeind blijven staan, pijpleidingen langer meegaan, schepen blijven varen en we dunnere damwanden kunnen plaatsen. Zo zorgt Van der Heijden voor een veilige leefomgeving en voorkomen we milieurampen. Als expert in katholische bescherming levert Van der Heijden een belangrijke bijdrage aan de veiligheid, de economie en het milieu. Van der Heijden bewijst overal de waarde van katholische bescherming. Niet alleen in Polderburg, we zijn actief in heel Nederland, in heel Europa en over heel de wereld. Katholische bescherming. Wel zo veilig,